Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. Ik heb nu contact met politicoloog Dr. Hans Breveld. Goedendag, meneer Breveld. Ja, heer Pinas, goedendag. Goedendag. Ik condoleer u met meneer Wijntuin. Ja, meneer dank Wijntuin. U. Mm-hmm. Ja, in feite controleren we elkaar, hè? Ja. Wie was die man eigenlijk? Ik ken hem niet, hoor. Ja, oh, dat was... Ja, oké, ik kende hem. Ja, gelukkig. Hij was politicus. En wat, laat me even, als we teruggaan naar het begin. Hij is geboren in Coroni, 1924. Ja, is hij geboren daar. En dan zie je dat hij daar met zijn moeder en vijf zusters opgroeit, hardwerkend. Hij heeft zelf gedaan in de rijstbouw, is hij bezig met planten van rijst. En dan zie je dat als hij 12 jaar is, 1936, omdat hij zo goed kan leren, wordt hij met medewerking van de RK gestuurd naar Paramaribo. En hij komt dan enkele jaren in Paramaribo om door te leren. En na 4 jaar keert hij naar Coroni terug. En een paar jaar doet hij gewoon weer het werk in de landbouw, et cetera. Om vervolgens na die 4 jaren als hulpkracht in het onderwijs te beginnen. In Coroni, ja. Maar hij laat het niet daarbij. Na vele omzwervingen gaat hij dan naar Paramaribo terug. En daar wordt hij dan hoofdonderwijzer en hij behaalt ook zijn LO-akte Frans. Ja. Wat zien we vervolgens van de heer Wijntuin? Dat hij dan, hij sluit zich aan bij de PSV. En de PSV is de oudste lang bestaande politieke partij. De Progressieve Surinaamse Volkspartij. En deze partij was opgericht door Pater Wijdman. Een katholieke, een priester. En hij heeft bijzonder veel bewondering voor deze priester. Vanwege zijn sociale bewogenheid. En het kiezen voor de armeren in die samenleving. En daarom sluit hij zich dan aan bij deze partij. En in 1958, na de verkiezingen van 1958, wordt hij gekozen tot lid van het parlement. In de samenwerkende partijen. En die samenwerkende partijen waren de partijen NPS, VHP, PSV en de KTPI. Oké, wat we verder nog van de heer Wijntuin weten. Emile Linus Alfred Wijntuin, dat hij de vijfde voorzitter wordt van deze partij, de PSV, in 1971 en hij blijft dat tot 1985. Ik zie geen link met de NPS. Nee, hij is niet van de NPS, nooit. Dus hij heeft samengewerkt wel. Nee, dus u zocht naar de link. Nee. Ja, dat is de link die ik zocht. Hij was in de Progressieve Surinaamse Volkspartij. En die Surinaamse Volkspartij heeft gewerkt met de NPS. Die heeft samengewerkt met de NPS. En waarom Wijntuin zo belangrijk was, is dat hij was van 69 tot 71 ondervoorzitter van de Staten van Paramaribo. Maar van 1973 tot 1980 was hij ook voorzitter van dit college. En dit is een heel cruciale periode. Want 1973, dat weet u, in dat jaar kondigde Henk Aron aan dat die onafhankelijkheid zou komen. En in dat jaar is hij voorzitter van het parlement. En hij blijft dat tot 1980. En het jaar 80 zegt u ook alles. Dacht ik, ja. Absoluut. Dus hij is in een heel cruciale periode voorzitter geweest van het parlement. En in die periode, dat moeten we een des te belangrijke rol geweest. Namelijk dat hij dan steeds die brugfunctie heeft vervuld met tussen Aron en Lachman. Met name naar Lachman toe. Want u weet, en vele mensen weten hoe die onafhankelijkheid gekomen is. Het was nogal onverwacht. Niemand had dat zien aankomen.
toen de heer Aron die bekende woorden uitsprak, dat ultimo 75 Suriname onafhankelijk zou worden, waren velen in die zaal in het parlement verrast. En Aron, en met name hebben we gehad dat zelfs ook personen van de NPS zijn overgelopen, omdat zij zeggen, nee, dit kan niet, we kunnen niet op deze manier onafhankelijk worden. Tenminste, drie personen. Oké, u kent, ja goed, het is heel debakel geweest in Suriname, maar uiteindelijk heeft deze wijntuin een hele belangrijke rol daarin gespeeld in die brugfunctie tussen de coalitie en meneer Lachman die in de oppositie zat. Belangrijk hierbij is met name, en daar heeft hij zelf applaus van gekregen in Nederland, in het parlement, in de Tweede Kamer van Nederland. Hij heeft een toespraak gehouden, Wijntuin, op 23 oktober 1975. Misschien is het goed dat ik u deze toespraak voorhoud. Een graag. Deel van, een ja, deel, ja. In extenso, als u wil. Nee, een kort deel okay. van deze toespraak. Ja, hè? Ja, ja. Want dus de Rijkswet moet worden aangenomen om afscheid te nemen van het Rijksdeel Suriname. Hè? Daar praten we over. En dan gaan enkele parlementariërs naar Nederland. Nooit meer, Moongra, Lachman. Ik ken nog een paar jaar niet allemaal. Rogers geloof ik. En die gaan naar Nederland als vertegenwoordigers van partijen in Suriname. Om daar ook getuige te zijn. En ook hun stem te laten horen. Over het afscheid dat Suriname neemt van Nederland. In staatsrechtelijke zin. En dan komt meneer Wijntuin. Wijntuin aan het woord. En een deel hou ik u voor. In de positie waarin wij thans verkeren, hebben wij dankbaar gehoord de handreikingen die gedaan zijn. Ik ben om talloze redenen verplicht die hand te aanvaren. Het zal diezelfde hand moeten zijn die we zullen moeten inschakelen om al degenen in dit land die een beetje huiverig staan tegenover de komende zelfstandigheid op het juiste pad te richten. Het zal dezelfde hand moeten zijn die, samen met ons, de opgetrokken scheidsmuren zal moeten afbreken. Het zal dezelfde hand moeten zijn die het materiaal dat vrij zal komen, zal gebruiken om een brug te bouwen waarover alle Surinamers naar elkaar zullen moeten toelopen om te bouwen aan het nieuwe Suriname. Ik heb er geen enkele behoefte aan verwijten links en rechts te slingeren. Evenmin heb ik er behoefte aan landgenoten in Nederland aan de kaak te stellen, omdat ik mij ervan bewust ben dat zij het zijn met wie ik in de toekomst lief en leed zal moeten delen. Ik ben mij ervan bewust. Misheng na yusheng. Hetgeen hun schande is mijn schande betekent. Ik roep vanaf deze plaats de heer Lachman en alle Surinamers op. Vooral de Surinamers die geroepen zijn mee te helpen ons schip een koers te geven, laat ons niet nagaan wie fouten gemaakt heeft en wie niet. Iedereen maakt fouten, ik heb fouten gemaakt. En dan eindigt hij met deze woorden, meneer Lachman, wij gaan het samen doen in Suriname. En daarop krijgt hij een daverend applaus, deze Wijntuin. Dus het punt is namelijk dat hij als parlementariër, kijk, als politici heb je altijd als ministers en heb je bepaalde zaken die je realiseert. Maar hij was in een hele moeilijke situatie, moet u weten. Namelijk, hij was wel vertegenwoordiger van de PSV en hij zat ook in het parlement. Maar de hoofdrolspelers bij die onafhankelijkwording waren de heer Aron, de heer meester Eddy Bruma, meester Koen Ooft, die ook behoren tot de partij van meneer Wijntuin, Rufus Nooitmeer en Jagannath Lachman. En daardoor, hij kon niet die excellent die rol spelen van jongens, we hebben wat gedaan. Maar belangrijk bij Wijntuin,
is namelijk dat wat je soms bij enkele presidenten van Amerika ziet. Als ex-presidenten zijn ze belangrijker en populairder geweest geworden dan toen ze president waren. Een van ze is Jimmy Carter. Weet, over zijn regeerperiode is er misschien weinig te vertellen of te doen. Maar met name de periode daarna. En wat zien wij gebeuren bij Weintuin? Met name de vele publicaties hij is gaan schrijven daarna. Hij heeft in de artikelen geschreven, maar hij heeft aardig wat boeken ook op zijn naam staan. En hij begon met name te schrijven als kritiek, want hij is een tijd bandeling, oh, dat moeten we niet vergeten, in de 80er jaren toen de militairen overnamen, is hij niet zo geweldig goed behandeld. En na een tijdje vertrok hij, toen hij uitgenodigd werd voor een conferentie in Venezuela, heeft hij daar in Venezuela een tijdje gewoond. Later ook in Curaçao, waar ik hem ook zelf heb mogen opzoeken. Een hele moeilijke tijd voor hem. Maar in de tijd in Venezuela begon hij met het schrijven van de politieke geschiedenis en met name zijn rol daarin. Ik kon de break even, meneer Breveld. In ja, Venezuela, was hij toen verbannen? Ja, hij is in ballingschap gegaan. Dus hij is uitgenodigd geworden voor een conferentie van de Christendemocratische Partij. Want de PSV was een religieus, een christendemocratische partij. En, nee, dus wat ik zeg, is dat hij toen uitgenodigd was om naar een conferentie te gaan daar. Ja? En toen heeft hij daar, ach ja, asiel, misschien kunnen we asiel aanvragen, noemen we nee. Maar hij ging toen in ballingschap. Nou, is verbannen, maar het Venezuela van toen was niet het Venezuela van vandaag, hè, dat weet u. Ja, absoluut, absoluut, dat weet u, de kind. Het was het rijkste land van Latijns-Amerika, ja, dat weet u ook. Tot 10 jaar geleden nog, hoor. Het was een 1980, praten we over, 80, 40 jaar geleden. Nee, ik zeg, tot 15 jaar geleden was Venezuela een van de rijkste landen bijna in de wereld. Dat bedoel ik, En dat Venezuela ging hij toen als banneling. En de Christendemocratische Partij had een belangrijke rol in Venezuela. Dus hij kon er blijven. Hij is een tijd gebleven. Hij ging toen naar Curaçao en later naar Nederland. Maar in die tijd begon hij met het schrijven. Heel interessant is het. En in dat land begon hij met het schrijven van zijn boek Reflecties uit een politiek verleden. Interessant. Maar waarbij hij ook een zelfreflectie deed. Hè? En ook de fouten van anderen niet alleen, maar vooral de fouten die hij zelf maakte of gemaakt heeft, legt hij daar neer. In dat boek. En verder weten we dat hij veel geschreven heeft over Weidman. Vervolgens heeft hij ook geschreven en veel strijd gevoerd om erkenning van Louis Doedel. Hij heeft een boekje daarover geschreven. Louis Doedel, martelaar voor het Surinaamse volk. En dat boek is, en daardoor kwamen mensen te weten dat die Louis Doedel, die een hele belangrijke rol in de 30 of 40 jaar in Suriname heeft gespeeld, nog leefde. Maar men had hem opgesloten in het psychiatrische inrichting. Mm-hmm. En hij, mede door Weintuin en Henk Herrenberg, is hij, maar hij was aan het aftakelen. Maar men heeft hem toch nog uit het psychiatrisch centrum kunnen halen. Dus zo heeft Weintuin hele belangrijke dingen gedaan in dit land. Met name moreel-ethische waarden stonden voor hem centraal. En het is daarom dat hij later, toen de huidige president hem wilde decoreren, hij geweigerd heeft. Omdat hij zei, principiële man, dat hij de waarden en normen waarvoor hij altijd geleefd heeft, en als onderwijzer heeft hij dat geweldig doorgebracht aan zijn studenten en pupillen, dat hij die niet terugzag in Suriname. Dus de laatste jaren waren niet zo geweldig. Kijk, een heel belangrijk verhaal. Ik heb een jaar geleden een interview met hem gehad. Lange tijd heb ik gezeten om met hem te praten. En daarbij gaf hij mij aan een heel belangrijk zaak. Dat hij, toen hij in 1958 werd gekozen als parlementariër, ging zijn moeder met hem mee naar het terrein van de NPS, het heette toen nog geen Grunjari, zegt hij.
En die moeder stond naast hem en ze zag al die politici. En ze realiseerde zich wat men over politici zei. Namelijk, dat de Mayan money en zo. En toen zei die moeder tegen hem, Emil, no me kwa lezi de man kario neng taki, junyalanti money. No so modring asing kier misrevi. En deze woorden heeft hij zich sterk aangetrokken, los van zijn moreel-ethische waarden. Maar het vervelende deed zich voor aan het eind van het leven van zijn moeder in de 80er jaren. Want ten onrechte heeft men hem toen een huisarrest opgelegd. En de militairen stonden voor het huis. De moeder van Emil Wijntuin was in het ziekenhuis. En daar kreeg ze te horen, Skoutu er orwakti na osof juboi. Maar uiteindelijk heeft hij gevraagd toen het erger werd met die moeder, dat hij zijn moeder wilde zien. En hij ging met zijn moeder en de politie ging mee. Militairen gingen mee. En die hebben hem begeleid tot het bed van zijn moeder. Hij vond dat was een van de dieptepunten, iets dat hij bijna niet verwerken kon. En hij vindt dat dat ook versneld heeft de dood van zijn moeder. Omdat die moeder hem juist gewaarschuwd had daarvoor. Maar goed, hij heeft alles uitgelegd. En toch was het voor die moeder niet zo'n leuk aanblik om haar zoon te zien begeleid naar haar bed. Haar ziekbed, dat uiteindelijk spoedig daarna haar sterfbed zou worden. Ik ga even terug. We kennen de rol van Aaron. Hij was pro-onafhankelijkheid. En ja. Lashma was tegen Antia, dus hij wilde geen onafhankelijk. Wat was de rol van meneer Wijntuin in deze periode? Want het is wel tussen twee vuren staan, hè? Ja, maar hij was ervoor, dus want hij behoorde tot de coalitie. Hij is voorzitter van het parlement, hij is van de PSV, dus hij was er voorstander van. Want hij had ook aangekondigd, ach ja, iedereen moet een keer uit het huis gaan van de moeder of van de ouders. Dus hij was ervoor. Maar, dat zei ik, hij bleef laveren als voorzitter van het parlement tussen die oudgediende, eigenlijk Lashma was een man die waarvoor veel respect was, en die jongen. En het punt was namelijk, u moet die twee zo zien, dat Lashma heeft altijd samengewerkt met Pengel. Hij was een generatie ouder dan Aaron in de politiek. Aaron was net in de politiek gestapt, omdat Pengel gestorven was. En dus, die Aaron had zijn eigen denkbeelden. Aaron werkte samen met de PNR van meester Eddie Bruma. De PNR, en je moet ook zo zien, de PNR werd door de NPS onder Pengel beschouwd als een artsvijand. Ja. Maar dit idee van die onafhankelijkheid heeft Aaron omarmd. En heeft daarom ook samengewerkt met de PNR en de PSV. En dus in die situatie moet u zien dat de heer Wijntuin, hoewel hij behoorde tot de coalitie, de band met de VHP heel warm hield. Dat was de rol van Wijntuin. Is deze meneer ooit gerehabiliteerd? Zijn dingen die niet weer huisarrest kreeg hij. Gerehabiliteerd als zodanig. Ja, dus in 1991, zo kwam hij terug. Ja. Okay, het is wel interessant. Okay. Hij is dus weg, hij is vertrokken. Hè? Niet uit vrije wil? Nee. Hij kon niet leven in dit land met militairen en zo. Ja, toch? Had hij trouwens, heel interessant is dat hij dat ook al had aangekondigd in zijn redenvoering van 23 oktober 1975. Dat als militairen de macht zouden overnemen, er geen plaats meer voor hem in dit land zou zijn. Dat zei hij toen om Lachman te corrigeren en toch nog te gerust te stellen. Hè? Waarom zegt iemand dat in 75 als er nog geen ideeën zijn voor de militaire coup vijf jaar omdat Lachman dat als argument gebruikte. Okay. Straks hebben we weer een militaire coup. Omdat zij keken naar wat in de Afrikaanse landen was gebeurd, toch? Onafhankelijkheid. Dus men zag wat in de 60er jaren was gebeurd. Ja, in de jonge republieken. Ja, vooral in Afrika. Ja, begrijp je? Ja, ik begrijp dus het niet helemaal. Dus dan voorziet Lachman dat de zaak.
Okay. Hij zag een beetje in Guyana wat gebeurd is. En dan zegt de Weinstein, als dat gebeurt, ben ik dan niet meer in het land. En hij heeft de daad bij het woord gevoegd. En hij vertrok, maar hij, wacht even, ik ben even kwijt. Dus hij vertrok toen dit zo heeft plaatsgevonden, ja. Ja. Dus hij vertrok na die coup van 80, kreeg hij eerst huisarrest, hè, zegt u? Nee, ja, hij kreeg zuiver. Ja. Huisarrest, ja. En later is hij, als het ware, verbannen naar Venezuela. Hij is verbannen. Of hij is in ballingschap gaan liggen. Voeten, is hij naar een conferentie gegaan en heeft daar gevraagd om asiel, om te blijven. Hè? En van Venezuela? Ja? En van Venezuela ging hij naar Curaçao. En van Curaçao naar Nederland? Naar Nederland. En later, en dat is interessant, ja, dat bedoel ik. In 1991, toen had je het kabinet, de regering Kraag-Weidenbosch. Ja? Kraag-Weidenbosch. En het is interessant, die twee zijn mensen geboren in Coroni, of nakomelingen van mensen die in Coroni zijn geboren. Zijn beide Coronianen. Okay. Kraag en Weidenbosch. Ja, ja. En in die periode komt hij terug. Ik weet niet de verwantschap, hoor, wat het is. Of het die reden was. Hij had eerder geprobeerd. Was hij in die periode minister van Binnenlandse Zaken? Was het in die periode? In die periode was ik, ja, was minister van Binnenlandse Zaken. Ja, nee, en regionale ontwikkeling. In die periode, ja. Nee, dat is duidelijk. Ja. En in die periode komt dan Weintuin terug naar Suriname. En het zal zeker met het Coroniaanse verleden van die drie te maken hebben. Ja. En hoe was hij zijn laatste dagen? Hoe keek je naar, zeg, de afgelopen 10 jaar in Suriname? Ik neem aan dat u hem gesproken hebt de afgelopen 10 jaar. Wat voor beeld had hij voor van Boutersen bijvoorbeeld? Want hij kent die man van 80 en hij kent die man weer in 2010. Dat is wel een mensen leeftijd. Ja, maar dat vertel ik net, hè. Dus hij heeft geweigerd toen Boutersen hem wilde decoreren. Heeft hij geweigerd. Trouwens, bij meerdere gelegenheden heeft ook de huidige voorzitter van het parlement, mevrouw Geerling-Simons, hem uitgenodigd, hè, om naar het parlement. Hij heeft ook geweigerd, hè. Dus hij was zeer ontevreden met name het moreel-ethisch verval. De manier waarop mensen hier met instituten omgingen. Dat stuitte hem zeker tegen de borst. Het was een man van principes. Ja? Dus hij liet zich steeds minder bij deze officiële gelegenheden zien. Alleen maar als het zijn vrienden waren of oude politieke makkers. Dan kon je hem af en toe zien. En ik ben blij dat ik hem nog een jaar geleden uitgebreid heb kunnen praten, kunnen spreken. Toen ben ik bij hem thuis geweest. Hij was ook niet meer zo mobiel. Maar hij was nog heel scherp en zo in zijn denken. Ja, dus dat was het. En hij schreef ook en hij liet ook zijn commentaren steeds horen. Hè. Hij kroop steeds in de pen met artikelen. Hij schreef geen boeken meer. Maar hij heeft aardig wat boeken geschreven. Trouwens, interessant is ook het boek over hem. Want dat is ook wel gebeurd. Hoe heet dat boek? Reflectie over mijn politieke verleden? Wat zei u? Is het het boek, ik heb 2 boeken van hem gelezen. Reflectie over mijn politieke verleden. En Louis Doedel, martelaar van het Surinaams volk. Nee. En dan komt... Er is een dame hier gekomen en die had geschreven, doctorandus van der Kruis. Ze is van de Universiteit van Nijmegen. Haar doctoraalscriptie ging over de PSV. Ze was namelijk bezig met een onderzoek naar het katholicisme in Nederland en streken daarbuiten. En toen heeft men haar in, dacht ik, het jaar is het niet, 2006 heeft ze het afgerond. Maar begin 2000 heeft men haar gevraagd, de partij in opdracht van de PSV heeft ze toen een politiek biografie van Weintuin geschreven. Emiel Weintuin, van wagonduwer tot parlementsvoorzitter van Suriname. En in dat boek gaat hij, ze gebruikt ook veel uit wat in de reflectie staat. Maar ze heeft ook persoonlijke gesprekken en ook onderzoek gedaan. En dat is een heel lezenswaardig boek.
En aardig wat foto's staan er ook rond die onafhankelijkheid, et cetera. Dat is een boek dat zeker in de bibliotheken van mensen moet staan, denk ik, ja. Interessant is in dat boek ook, hè. Interessant in dat boek is ook pagina 97, geloof ik. En daar lezen wij, Wijntuin is als enige katholieke Surinamer door twee pausen ontvangen. Namelijk Paulus de VI en Johannes Paulus de II. Over ontmoeting met de paus vertelde Wijntuin het volgende. Daags na de zaligverklaring van pater Petrus Donders op 8 mei 1980 werd mij door een prominent lid van het college Propaganda Fidei, monseigneur K. Kasteel, gevraagd een welkomstekst voor de Heilige Vader te schrijven die uitgesproken zou worden na de zaligverklaring. En dan zie je dat Wijntuin de paus ook Serlantongo laat praten. Want de paus gebruikt dan de volgende woorden, geschreven door Wijntuin. Brada nangasisa fuseranang, midebari un alamala wan bigi odi, masaragado sabresi seranang. En dit zijn de woorden die dan Wijntuin geschreven had voor de paus. Na de zaligverklaring van, in verband met de zaligverklaring van pater Petrus Donders. En waar was dat? In Rome. Okay. In Italië, ja. Nee, ik dacht, de paus heeft het voor, in Italië heeft hij het voorgelezen, ja. Nee, is duidelijk. En hoe gaan wij deze meneer Wijntuin herdenken als wij die naam horen? Wat voor beeld komt er bij u op? Een harde werker, een man van die vooral het optimale heeft bereikt, hè? Hard gewerkt heeft, gestudeerd heeft en een man die voor moreel-ethische waarden stond in het land. Een voorbeeldman, man, een man die ook uitgedragen heeft en verteld heeft en doorgegeven heeft dat wat hij heeft aan kennis en ontwikkeling had. En zo zie ik deze man. Een man die ook een bruggenbouwer was, dus niet alleen maar naar Lachman toe. In een moeilijke tijd heeft hij toch gedaan wat hij kon doen. Maar interessant is namelijk dat hij als een zeer overtuigd katholiek vertelde hij mij dat zijn moeder EBG gedoopt was in Salem en dat hij zelf ook trouwde met een EBG-vrouw. Ja, het is een echte man, de persooner zelf, die dan ook over muren muren heen keek. Maar dat is toch niet zo bijzonder, een RK die met een EBG trouw? Of in die dat tijd? Hangt vanaf de periode waarin dat gebeurt. Oké. Okay. En wat jouw kansen nog zijn binnen de katholieke kerk om een rol te spelen. Ik ga met u afronden, dokter Breveld. Ik wil met u afronden. En u bent vooraanstaand politicoloog in Suriname, de hele wereld. En voordat ik met u afrond, wil ik u vragen om een blik te werpen naar de actuele politieke situatie in Suriname. Hoe kijkt u naar? De actuele politieke situatie. Ja. Nee, dat zijn de verkiezingen die komen. Ja. En we hopen, ja, God, ja, het is niet zo goed bij deze verkiezingen. Dat weten we allemaal, hè. Dat vele mensen hun twijfels hebben over de eerlijkheid van de verkiezing. Zelf heb ik die ook, want ach ja, als een partij middelen van de overheid verdeelt in bootjes met vlaggen van de partij alleen. En de lockdown, hoe die gebruikt wordt in het binnenland, terwijl mensen verboden worden daar te gaan andere partijen, zien we dat de regerende partij er wel gaat. Als we zien dat de hoofdstembureaus of totaal bemend zijn door mensen van één partij, wat in het verleden nooit zo is geweest. Als we het allemaal in ogenschouw nemen, dan moeten we onze hart vasthouden. Ja, het is niet zo goed deze keer, maar We hopen voor het beste, hè. Het feit dat men ook de pre-electorale combinaties heeft verboden, als enkel wel er nog belangrijkere zaken waren in de kieswet die verbetering en verandering op vereiste,
En dat heeft men niet gedaan. Maar alles wat twee zaken die goed uitkomen voor de regering. En men zegt wel dat deze veranderingen kort voor de verkiezingen plaatsvinden. En altijd is het zo geweest, veranderingen zijn kort. Hebben kort voor de verkiezingen plaatsgevonden. Evenwel is het hele grote verschil, dat sommige mensen niet weten, die historisch niet bij zijn, dat namelijk in het verleden die veranderingen steeds plaatsvonden in samenspraak met de oppositionele partijen. De grote oppositionele partij, tenminste. Als Spengel iets veranderde, deed hij dat in samenspraak met Lachman of anderen en vice versa. Dat is toch de kern van democratie? Wat zei u? Dat is toch de kern van democratie? Dat moet, en dat hebben we deze keer niet gehad, toch? Oh. Men heeft eigenlijk de partijen misleid. Door een commissie in te stellen, iedereen kwam met opmerkingen en vragen. En men dacht dat echt een totale verandering van de kiesreglement plaats zou vinden. En dat is niet heeft niet plaatsgevonden. En er is niet de overleg, het is doorgedrukt. Wat wij niet willen, dat gebeurt. En dat is niet zo democratisch gegaan deze keer, moet ik echt zeggen. En dat is mijn grote bezwaar. Ook die waarborgsom. En ik ben zelf ook voorstander, hè, van het verbod op pre-electorale combinaties. Maar niet zo kort voor de verkiezingen. Mensen verrassen daarmee. Dan moet je tenminste, als je de wet aanneemt, dan zou hij het bij de volgende verkiezingen, niet de aanstaande, maar de daaropvolgende verkiezingen, moeten worden geïmplementeerd of ingevoerd. En ook die waarborgsom, dat is ook iets dat zo uit de lucht komt vallen. Ach. Het verdient geen schoonheidsprijs. Maar we hopen voor de best. We hopen voor de best. En uw kindje? Hoe staat uw kind ervoor? Uw kindje NPS, Nationale Partij Suriname, Frambo? Mijn kindje? Nee. Mijn kindje, zei u. Hallo? Ik zeg uw kind en u bent kind van de partij, toch? Niet het kind van de partij. Ja, we zijn niet zo partijpolitiek actief. Uh-huh. We houden contact met alle partijen, met name ook de VAP, met de NPS en met de voorzitter. Maar hoe de NPS ervoor staat, ik denk dat het de laatste tijd wat beter ging met de partijen. Ja. En met de dag zie je steeds meer vlaggen, zoveel vlaggen zelf, uh-huh, dat er paniek uitbreekt in de paarse gelederen. En dat mensen zich geroepen voelen om partijvlaggen te verwijderen. Dan ziet u dat het wel goed gaat met de NPS. Ja. Okay. Als een man met een wagen de straat afrijdt, man, op zoek naar NPS en VAP-vlaggen. Dan zeg je dat het paniek is compleet in die tent. Dus meneer Breedveld, u zegt een man rijdt de binnenstad van Paramaribo op zoek naar vlaggen van de NPS. Ja, om ze te verwijderen en dan cadeautjes te geven aan de bewoners. Dat is grappig. Ik ga u danken voor uw tijd en toelichting, meneer Breedveld. Dank u wel voor uw tijd. Heel graag. Oké. Dat was de... Ja. Dokter Hans Breedveld, politicoloog in Paramaribo op dit moment. Dit is de live radio wat we aan het maken zijn. Standvast Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvast Radio.